Goedenavond, dames en heren. Juventus Turijn heeft vorige woensdag de Europa Cup mogen winnen. Dat opvallend nieuws is vanavond door de RTBF-televisie gemeld. De Franstalige omroep zegt erbij die informatie te hebben uit volstrekt betrouwbare bron. Volgens de RTBF is de afspraak om Juventus te laten winnen gemaakt tijdens het beraad dat is gehouden na de incidenten op de Heizel. Die hebben zoals bekend aan 38 mensen het leven gekost, onder wie 4 Belgen. De beslissing zou zijn genomen uit vrees voor nog zwaardere rellen als Liverpool had gewonnen. Voorzitter Wouters van de Belgische Voetbalbond en de Zwitserse scheidsrechter ontkennen met nadruk dat er doorgestoken kaart is gespeeld. De regering heeft intussen alle voetbalwedstrijden met Britse clubs in België verboden. Daarmee gaat ze in op een verzoek van minister van Binnenlandse Zaken Nothomb. Het verbod geldt voor alle Britse clubs, dus ook die uit Schotland, Wales en Noord-Ierland. Ook het Brits nationaal elftal is hier niet meer welkom. In Engeland zelf heeft de voetbalbond beslist dat er volgend jaar geen Engelse ploegen mogen Europees voetballen. Clubs uit Schotland, Wales en Noord-Ierland mogen dat dus wel nog. De beslissing heeft tot gevolg dat volgend jaar 6 Engelse ploegen uitgesloten zijn van het Europees voetbal. Dat kan hen tot meer dan 100 miljoen frank minder inkomsten kosten. Liverpool had eerder uit eigen beweging al aangekondigd dat het volgend jaar niet Europees zal spelen. We doen dit niet alleen omdat de horrifieke scènes in Brussel, maar ook omdat het feit dat onze reputatie als club, indeed, zover de industrie is concerned, is at stake. Maar meer belangrijk dan anything else, de reputatie van ons land is at stake. En we voelen dat een dramatische actie is necessary in het interest van them. It is now up to English football to put its house in order through the total cooperation of the league clubs and the government to ensure that this totally unacceptable behaviour of English supporters at home and abroad becomes a thing of the past. We know that the vast majority of the British public will support us in our all-out endeavour to achieve this object. I think it's the right decision. I think it will be understood and cooperated with on the part of all our people. It is a tragedy, though, isn't it, that the innocent have to suffer for what comparatively few people have done? Yes, it is. But this is what happens when these terrible events occur. Mr. Kinnock has suggested today that unemployment is a major cause of soccer violence. Do you accept that at all? This is much, much deeper than that. People who have plenty of money to go abroad and have plenty of drink, I do not think that you can put it down to unemployment. Indeed, if I might say so, I think it's rather a slur on those who are unemployed to put it down to them. Een Brussels brandweercommandant zegt dat er op de Heizel te weinig coördinatie was tussen de hulp- en de ordediensten. Ook het Nationaal Syndicaat van de Belgische Politie is van die mening. De politievakbond is het ook niet eens met de kritiek die tegen haar optreden is geuit. Volgens de bond hadden de organisatoren en de politie van Liverpool aangedrongen op een discreet optreden binnen het stadion. De politie vindt ook dat het Heizelstadion niet geschikt is voor een finale zoals die van vorige woensdag. Vanmiddag zijn op de luchthaven van Zaventem de eerste familieleden toegekomen van de Italiaanse slachtoffers van het Heizeldrama. Ze werden opgevangen in een onthaalcentrum dat door het ministerie van Verkeer, het Rode Kruis en de Italiaanse ambassade is ingericht. De familieleden werden overgevlogen met een transportvliegtuig van het Italiaanse leger. Men heeft alles in het werk gesteld om het hen zo gemakkelijk mogelijk te maken. Tijdens hun verblijf in België krijgen ze gratis vervoer op bussen en treinen. De Europese gemeenschap stelt taxis ter beschikking en logies bij meestal Italiaanse ambtenaren van de EG. Er zijn geen douaneformaliteiten, er is geen paspoortcontrole. Bij hun aankomst werden de familieleden opgewacht door een horde persmensen die niet altijd even discreet te werk gingen. Na de ontvangst op de luchthaven vertrokken de familieleden naar de rouwkapel in Neder-Overheembeek of naar een van de Brusselse ziekenhuizen waar de gewonden worden verzorgd. In de vooravond zijn van op Zaventem al 9 lichamen van Italiaanse slachtoffers naar Italië teruggebracht. De kisten waren bedekt met de Italiaanse vlag en met bloemen.
Ze werden met een open legervrachtwagen overgebracht van het militair ziekenhuis in Neder-Overheembeek naar de luchthaven onder escorte van de motorpolitie. De kisten zijn aan boord gebracht van twee Italiaanse legervliegtuigen. Ook morgen worden Italiaanse doden naar hun land teruggebracht na een rouwplechtigheid op Melsbroek. De Britse regering heeft intussen een onderzoek ingesteld naar de betrokkenheid van het extreemrechtse Nationaal Front bij de incidenten op de Heizel. Overigens waren er niet alleen onder de Britten extreemrechtse elementen, dat was ook zo onder de Italiaanse supporters. Na de ramp vond de politie in een vak dat was voorbehouden voor de Britten een supportersvlag van Liverpool met een rode swastika erop. De swastika, het hakenkruis, was het symbool van Hitlers nazi-partij. Het geweld was dus niet alleen te wijten aan dronkenschap. All Liverpool supporters were drunk. It was a mindful handful. Many of whom were from the National Front in London. You believe the National Front? I have got evidence. Maar ook bij de Italianen stonden groepen extreemrechtse. Zij lieten hun aanwezigheid blijken door hun meegebrachte vlaggen. Daarop het Keltisch kruis, het runeteken dat het symbool is van de neofascisten. In dit vak zaten de meest gewelddadige Juventus-aanhangers, de herrieschoppers die het hardst de ordediensten hebben uitgedaagd. Na de incidenten op de Heizel zijn daar verscheidene kogelhulzen gevonden. Bovendien blijkt nu uit de televisiebeelden dat er een Italiaans supporter te zien is die met een wapen vuurt. Dat gebeurde bijna anderhalf uur nadat aan de andere kant van het stadion 38 doden waren gevallen. De beelden van de schutter zijn de Britse televisiezender ITV opgevallen. Die heeft ze vergroot en vertraagd. De man komt uit de groep jonge herrieschoppers waarover we het er net al hadden. Dit is dan het vergrote en vertraagde beeld. De jongen probeert te schieten, maar dat lukt blijkbaar niet direct. Hij herlaat zijn pistool, dan schiet hij zeker één keer. Er komt een grote vlam uit het wapen, van boven zo lijkt het. Bijna zeker gaat het hier om een alarmpistool. Even later rent dezelfde man weer het veld op. Hij gooit met een steen in de richting van de politiemensen. Dan is het niet duidelijk of hij inderdaad opnieuw schiet. Hij richt het wapen ook naar boven, dan verdwijnt hij in de tribune. In het stadion zijn hulzen gevonden, zowel aan de kant van de Italiaanse supporters als aan de overkant bij de Britse supporters en het vak Z waar de 38 doden zijn gevallen. Daar zijn ook niet afgevuurde patronen gevonden. Voor conclusies is het nog te vroeg. Sommige hulzen zouden bijvoorbeeld zijn gebruikt om er hashish in te stoppen.